Sinterklaas? Hebben we hem al gezien? Nee. Nee, hè? En hebben jullie al je schoen klaargezet? Wat zei je? Hebben jullie al je schoen klaargezet? Nee, het was vanavond. Ja? Dus eerst even Sinterklaas binnenhalen en al die pieten. Nou, geniet er maar van. Ja. Jij ook. Dag, Zwarte Piet. Dat is een stille Piet. En jij? Je staat al vroeg langs de hekken, hè? Jij wilt het goed zien. Ja. Nou, geniet er maar van. Kijk, en nu zien jullie hoe die mensen staan. Hè? Goedemorgen. Goedemorgen. Al vroeg opgestaan, hè? Ja. En een mooie plaats. Dus je gaat het goed zien. Ja. En hij kan ook nog geluid maken. Maakt hij nog geluid ook? Ja. Ik heb even geen zin, hè? Oh ja, ik hoor hem. Ja, ja, ja. Is dat het paard van Sinterklaas? Nee, van mij! Oh, heel goed. Nou, ga maar goed kijken. Ja, en de grote komen helemaal achter, hè? Ja. Zo, jij bent wel helemaal Sinterklaas, hè? Meneer André, ga je dadelijk meelopen met de echte Sinterklaas? Geen idee. Oh, dat niet. Je gaat hem wel een handje geven. Nou, kijk maar goed dadelijk. Sint en Piet op stap. Dankjewel. U heeft er veel zin in, hè? Ja. Ik zeg wel hard mee. Ik zou maar goed en voorzichtig zijn dit jaar, hè? Lief zijn. Piet is heel streng. Echt waar? Ja. Ik zie hem al staan. Tere, tere, ho, he, ho, he, ho. Geert! Kijk, wat gebeurt er nou? Ja, wat doe je nou, Geert? Daar gaan we stoppen. Ja, nou, dat wordt het niet meer, hè? Hebben jullie het gezien? Oh. Meneer André, mijn stok valt in het water. Oh, ja, kijk, kom maar een beetje hierheen. Hij komt niet meer, hij legt daar te bubbelen. Ja, hij komt niet meer naar boven, Geert. Hij komt niet meer naar boven. Nee. Nou, weet je wat, Geert? Ja, dan lopen we het zonder. Kijk eens, Geert. Daar duik je dadelijk maar lekker in. Ik heb een andere stok, maar die gooi ik niet maar. Nee, dat mag niet, Geert. En hoe hebben we het zijn plaats, hè? 1, 2, 3. Hoe heuvel zijn paardje? Het rek op zijn neer. Meneer de burgemeester, hij is toch gekomen? Hij is toch gekomen? Want hij is echt. Kijk eens aan.
Ja. Maar ik sta een tijdje om me heen. Die lange meneer wil je even mee opzij gaan. Hoofdpiet. Ja? Wat ben je nou aan het doen? Ja, dit is de burgemeester. Dit is een andere. Dit is burgemeester Kolf met zijn vrouw. Sorry. Ja. Sorry. Dag Hoofdpiet, dit is nou, mijn vrouw. Hoofdpiet was nog niet helemaal op de hoogte. Excuses daarvoor. Dag Sinterklaas, dit is mijn vrouw. Kijk eens. Hou even vast. Die heeft u natuurlijk echt wel eens eerder gezien, dag, maar nog nooit in Dordrecht. Hallo. Wat fijn om je te ontmoeten hier aan de kade. Ik ben er heel blij mee dat we weer een burgemeesters-echtpaar aan de kade hebben. Hebben we een paar jaar moeten missen, maar we zijn weer op volle sterkte. Ja, maar u bent altijd zeer hartelijk ontvangen in Dordrecht door burgemeester Brok. Ik zou daar helemaal niets over durven te zeggen en ik weet zeker dat u dat gaat overtreffen. Maar vandaag hebben we meer kinderen dan ooit op de kade staan. Ja. En u bent ook nog eens een keer met meer pieten dan ooit gekomen. Ik begrijp, met twee volle boten en nog wat kleine bootjes eromheen. Precies, heeft u het gezien, burgemeester? Ik heb het gezien. We hebben speciaal voor Dordrecht, omdat er zoveel wensenlijstjes waren, zoveel verlanglijstjes. We konden niet meer met de Spanje en de pepernoot varen. Lukt u niet, Sinterklaas? Dus we hebben een pakjesboot 78 meegenomen. Precies. En de Stichting Intocht, die alles hier zo mooi organiseert voor Sinterklaas, bestaat 40 jaar. Dus ik dacht, pakjesboot 40 natuurlijk. Ja, ik kan je zien. 118 pieten bij elkaar. Dat klopt. En misschien nog wel meer. En misschien nog wel meer. Ja, heel veel. Precies. We gaan even kijken naar het Pieten Sjoemelen! Applaus! 3, 4. Welkom Sinterklaas. Welkom namens iedereen naar u en Pieter Baas. Welkom lieve Sint. Dordrecht wacht met smart, want die in zijn zoetje wint. Een jaar lang hebben wij hier moeten wachten. Ook al valt het jaar best snel voorbij. Een jaar lang vol van wensen en verlangens. Wat brengt hij dit jaar mee voor u en mij? We hopen op veel moois en heel veel lekkers. Maar blijdschap en geluk staan toch voorop. Daarom zingen papa's papa's kinderen. Sinterklaas vinden. Welkom Sinterklaas. Welkom namens iedereen naar u en Pieter Baas. Welkom lieve Sint. Door het wacht met zwart wat hij in zijn schoentje vindt. Dit jaar willen wij u iets verrassen. Heel dort is bij elkaar hier op het plein. Normaal wensen wij u, brengt ons cadeautjes. We doen dit jaar anders, dat voelt fijn. De koele en de meisjes, Piet gebeld en zij brachten onze tekst en de muziek. Ook zij willen met ons voor u zingen. Het Sinterklaasfeest is uniek. En daar gaan we nu! Als je de tekst kent, mag je meezingen! Welkom Sinterklaas. Welkom namens iedereen naar u en Pieter Baas. Welkom lieve Sint. Dordrecht wacht met smart wat hij in zijn schoentje vindt. Welkom Sinterklaas. Welkom namens iedereen naar u en Pieter Baas. Welkom Sinterklaas. Dordrecht wacht met smart wat hij in zijn schoentje vindt. Dordrecht wacht met smart wat hij in zijn schoentje vindt.
Wat is er nou? Ik ben heel erg zeeziek geworden. Oh, gossie. Ja, dus ruige zee van de week, hè? Dus ik heb het er weer uitgegooid. Ja. Ja. En je hebt nu alle pepernoten gekregen? Nou ja, ik had ze gekregen, maar die heb ik eruit gegooid, want het zit nog niet lekker in mijn maag. Nou, gelukkig dus dat ik heb nu een infuus, dus ik voel me iets beter. Erbij is, ja, gelukkig wel. Ja. Kan ik toch weer mee, hè? Ja. Ja. Het is niet alle dag, hè, zoiets? Nee, het is niet elke dag, meneer. Hoe gaat het met de patiënt? Ja, een stuk beter gelukkig. Goed zo, maar daar kan ik wel voor voorzetten, zulke pieten. Ja, zeker, zeker. Ja, 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 ja. Deze ziet er helemaal goed uit, hè? Deze piet. Ja, dat is een aardige piet, hè? Heel je hebt aardige, hele aardige... Ja, ja, Piet, een beetje goed voor Piet zorgen, hè? Ja.